Reisnieuws en triptips op elkedagvakantie.nl. Stel je voor, je gaat met je kinderen op wintersport en er is een zogenaamde snowpair die een paar uur per dag op kleintjes past, zodat jullie je handen vrij hebben. Of lijkt het je wel wat om te overnachten in een romantisch kasteel in Tsjechië? Dat zijn een paar onderwerpen in de Elke Dag Vakantie van deze week. De ANWB heeft deze week de winnaars onthuld van de verkiezing Leukste Uitje van Nederland. Landelijk wint de Efteling, gevolgd door attractiepark Toverland en dierenpark Amersfoort. Efteling maakt het onderscheid door heel hoog te scoren op het aanbod, de sfeer en faciliteit in het park. Dan een citaat, al generaties lang een geweldige ervaring voor jong en oud, al was een van de vele stemmers. Op de site een overzicht van de winnaars van de Gouden Award 2024 per provincie. Het Drents Museum in Assen kreeg deze week een bijzondere lading uit Spanje. Twee gigantische babyhoofden, elk 850 kilo zwaar en 2 meter hoog. Carola Steenbergen, verantwoordelijk voor de logistiek, vertelt dat de sneeuw niet het grootste obstakel was deze week, maar het lastigste deel was het manoeuvreren van deze bronzen kolossen naar de ondergrondse expositieruimte. Een heftruck, speciale lift en portaalkraan waren nodig om het voor elkaar te krijgen. De babyhoofden, gemaakt door de Spaanse kunstenaar Antonio López, zijn vanaf 28 januari 2024 te bewonderen in Assen. Ze zijn geïnspireerd op zijn kleindochter Carmen en bieden volgens López troost voor het publiek. Safaripark Beekse Bergen en Koninklijke Burgers Zoo hebben twee cheetah-vrouwtjes geruild in de hoop op een betere match met het aanwezige mannetje in Arnhem. Het vrouwtje uit Hilvarenbeek wordt nu gekoppeld aan een onverwant mannetje in Gelderland. Cheetah-vrouwtjes leven normaal gesproken solitair, maar tijdens de paartijd zoeken ze toenadering tot mannetjes. In het Arnhemse dierenpark bleek de huidige combinatie van een 7-jarig vrouwtje en een 5-jarig mannetje geen succesvolle match te zijn. Op zoek naar de perfecte combinatie van schone lucht, natuur, warm mineraalwater en sprookjesachtige kastelen voor een romantisch wellnessverblijf. Tsjechië biedt deze unieke mix op slechts 9 uur rijden of 1,5 uur vliegen. Ontsnap aan de dagelijkse zorgen en dompel jezelf onder in heilzaam water, geniet van bier of geniet van verfrissende wandelingen door de Tsjechische natuur. Op de site hebben we een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden die daar zijn. Reisbureau Frühstück introduceert voor het eerst een volledig verzorgde familie-skivakantie naar Oostenrijk eind maart 2024. Gezinnen kunnen zorgeloos genieten van de sneeuw met een snowpair-programma, inclusief verblijf in het 4-sterrenhotel Adler Resort in Hinterglemm met wellnessfaciliteiten. Bij aankomst in het hotel staat het skimateriaal klaar, waardoor de vakantie direct kan beginnen. En de snowpair zorgt voor de kinderen, terwijl de volwassenen andere activiteiten ondernemen. Marleen Brekelmans, bekend van bijzonderplekje.nl, presenteert haar nieuwste provinciaal pareltje. De mooiste plekjes in Zeeland. Een verkende provincie met deze persoonlijke selectie van verborgen schatten. De gids, beschikbaar vanaf 20 maart 2024, neemt je mee naar betoverende locaties met prachtige foto's en heldere beschrijvingen. Blowkarten op de Zeeuwse stranden, struinelende duinen, genieten van een taartje in een verborgen theetuin, oesters rapen, verse vis eten of zelfs logeren op het strand. Dat zijn zomaar een paar van de mogelijkheden. En het is zover. Valencia start officieel haar rol als Europese groene hoofdstad van 2024. In het Palau de la Música onthulde de stad onlangs een veelbelovend programma vol groene activiteiten en projecten voor dit jaar. Valencia's unieke ligging, omringd door de Middellandse Zee, schilderachtige boomgaarden en beschermde natuurgebieden, zoals het Albufera Natuurgebied en het Turia Park, heeft de stad deze prestigieuze titel opgeleverd. Op het programma staat onder andere het nieuwe Central Park, een initiatief dat 230.000 vierkante meter groen aan het stadscentrum toevoegt. Meer informatie plus andere tips en alle links kun je vinden op elkedagvakantie.nl. Tot volgende week! Met Sander Lindenburg heb je elke dag vakantie.